Nou mensen, het is nu, ja, het is een beetje winderig. Ik heb net gehoord dat ik weer naar buiten mocht. Oftewel, ik ga een nieuwe video opnemen. Dus dit is de eerste keer met deze Hero 4, mijn nieuwe GoPro, die ik van mijn stiefbroer heb gekregen, dat ik ga filmen. En ik heb er echt heel veel zin in. Ik heb mijn hengel mee, gewoon pennen ga ik. Ik ben niet eens op de fiets. Dit is echt, volgens mij heb ik in de poep gestaan. Heel slim vind. Ik moet even kijken waar ik heen ga. Ja, ik heb zo'n idee. Oké. Nou, maar dit is het intro van de video. Ik ga je vandaag lekker pennen. Ik hoop dat beeldkwaliteit goed is. Ik heb mijn andere GoPro ook mee en mijn telefoon. Dus ja, ik denk dat het een hele leuke video wordt. Drie perspectief kan ik doen. En dan ga ik kijken of ik voor jullie even een paar goede carps kan vangen op de pen. Ik hoop het, want het is ook voor mij een week geleden. Langer. Nou ja, ongeveer een weekie. Dat ik niet heb gevist. Dus ik weet niet hoe het pen is. Het is wel de eerste lekkere dag weer een beetje. Sinds een aardige tijd. Dus we gaan het even uitproberen. Ik zie jullie dan straks. Nou mensen, we zijn op de eerste plek aangekomen. Het is gewoon, ja, een beetje in het midden. Ah, niet in het dorp. Het is een beetje, ja, waar is het eigenlijk? Nou, het zijn gewoon een paar slootjes langs een supermarkt. En nou, daar ligt best veel troep in. Daar wordt ook eten in gegooid. Dus de kans dat ze hier liggen is heel groot. Dus ik ga hier nu gewoon een beetje mais bij gooien. Kijk, even een handje mais. Daar, bij die duiker. Dus waarschijnlijk liggen ze bij die duiker. Gaan ze daaronder, is een tijdje koud geweest. Dus even een handje mais bij gegooid. Nog een klein handje extra. En dan zullen we ze hier vast gaan vangen. Net nieuw mais. Gaan we even kijken of ze daar een beetje op afkomen. Ik hoop het wel. Ik hoop even er eentje te vangen in deze video. Zou heel leuk zijn. We gaan het zien. Ik zie ook al meerkoet aankomen. Misschien gaat hij hier op duiken. Ik hoop het niet. Zou een beetje jammer zijn. Maar anders kunnen we altijd nog naar een andere plek gaan. Ik weet er hier genoeg. Dus even kijken of we iets gaan vangen. Mensen, nu er toch eigenlijk niet heel veel aan de waterkant gebeurt, kan ik wel alvast, want ik ben opnieuw stek trouwens, maar dan kan ik wel alvast een stuk video laten zien wat ik eerder heb gefilmd, wat niet bedoeld was als video eigenlijk, maar wat wel gebeurd was tijdens het pennen. Mijn vader, nou ik was met mijn vader en een paar vrienden even een beetje aan het pennen en één keer gebeurt het. Ik zie die pen zo weglopen, heel langzaam. Dat zien jullie jammer genoeg niet op beeld. Maar ik zie die pen zo weglopen. Ik zie haar aan. En nou, kijk maar wat er gebeurde. Volgens mij zit die spiegel. Hou op slippen. Kijk, zonnetje komt erbij, jongens. Leuk vind? Ja, ik vind het heel leuk. Scherm eraan. Mensen, het is niks meer geworden. Ook op de laatste stek helemaal niks gevangen. Een paar tikken, maar daar bleef het ook bij. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. En dan zie ik jullie graag terug bij de volgende. Later.